Manon Kamminga, je hebt ons verrast. Ja, dankjewel. Ik heb mezelf ook verrast. Ik zag je nog een flinke schuiven maken, maar in de finale was je echt scherp. Ja, klopt. De laatste premiesprint ging ik op het laatste rechtstuk onderuit. Maar Broek wachtte direct op me en we waren er vrij snel weer bij. Het tempo was niet meer heel hoog toen. En nou, we waren er zo weer bij eigenlijk. Het liep goed allemaal in het Kanemodes team? Ik wil zeggen, we hebben elkaar niet heel veel gezien in de wedstrijd. Vooral Broek, die heb ik helemaal niet gezien. Alleen toen ze dus inderdaad op me wachtte toen ik viel. En ik heb eigenlijk niet eens achter ze gezeten. Ik weet, af en toe zag ik Elm voorop rijden. Dacht ik, oh, Elm dacht voorop. En nou, verder, ik heb ze niet veel gezien deze wedstrijd. Ja, want jij vertrekt ook naar het WK in Colombia. En in het EK heb je al heel goed gepresteerd. Wat ga je daar rijden? Op het WK ga ik, denk ik, beide lange afstanden rijden op de piste. En voor de rest is nog niet veel zeker. Volgende week hebben we de finale van de KPN Cup op de Schelling. Kom je daar naartoe? Ja, we gaan met het hele team volgende week starten. Met z'n vijven. We hebben een appartementje gehuurd. Want we willen graag met de boot terug, maar er gaat geen boot. Dus we moesten maar even huren. En we waren heel laat. We konden eigenlijk niks meer vinden, maar we hebben iets geregeld nu. Wat zijn je verwachtingen volgende week op de Schelling? Nou, even kijken hoor. Ons team heeft dit jaar allemaal een wedstrijd gewonnen. Bianca heeft één gewonnen, Broek heeft er heel veel gewonnen, Mariska heeft gisteren gewonnen. En ik heb vandaag dus een wedstrijd gewonnen. Alleen Elma heeft hem nog geen wedstrijd gewonnen. En volgende week is de laatste kans. Dus ik denk dat we gaan proberen allemaal met een overwinning naar huis te gaan aan het eind van het seizoen. Dat zou heel mooi zijn voor het Kadermodus team. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan heeft iedereen er één, dat is mooi.